Yo, VacoGamers, Lars hier. Welkom terug bij meer Assassin's Creed 4 hier op VacoGamers. De vorige keer zijn we bij de rand van de jungle uitgekomen en we moeten richting dat galjoen dat daar in de verte ligt. Dat willen we namelijk graag hebben. Dat is een best mooi galjoen. En mooie galjoenen, die wil ik graag hebben. Zo werkt dat. Hop, pas op, Edward. Klim heel voorzichtig naar boven, jongen. We kunnen het niet gebruiken als je hier in één keer doodgaat. Dat de game zo in één keer, bam, klaar is. Oké, Edgar is dood. Jammer. Hup, hup. En daar naartoe. Zo, hatsee. En nu, daar ligt dan nog een animus fragment zo te zien. Got it! Hoe komen we hier verder? Kunnen we daar verder? Nee. Die kant wel op. Dan gaan we die kant op. Kom, spring! En die kant. Voor mij gaan we verkeerd hoor. Nee, we gaan goed. We gaan richting de boot. Oh shit. Spanjaarden. Zo. Die is dronken, die vent. Hop. Auw, sorry. Was niet de bedoeling, sorry. Hop. Jabba. Jij bent dronken, dus jij bent toch geen partij van mij. Jij bent gewoon vervelend. Ja. Ja. Hop. Kijk, ik begin jullie tips een beetje te begrijpen. De tijd geduurd. Maar dan heb ik wat. Wat heb je allemaal bij? Upgrades. Ja, dat weet ik. Ik kan een heleboel dingen upgraden, maar dan moet ik eerst de tijd voor hebben. Ik moet de hele tijd door stormen varen, dan heb ik geen tijd om te upgraden. Jammer, maar zo werkt het. Een Spanjaardenkamp. Stinkt hier. Ga weg hier. Oh, nee, je hebt me niet gezien. Ik was een spook. Nee, gozer, je ziet me echt niet. Zo, niemand die wat gehoord heeft. Oh jawel, toch wel. Oh nee, toch niet. Ze hebben niks gehoord, niks gezien ook. Sukkels. Wat een debiele, joh. Kom eens. Niemand die iets ziet. Want een stelletje debielen zijn het toch ook, die Spanjaarden. Oh, ze zijn daar de bosjes aan het uitkammen. Wauw. Oké, als jullie de bosjes uitkomen, dan schiet ik hem dood. Oh, auw! Ja, tegenaanval! Ja! Jij ook, midden! Zo. Zo werken die tegenaanvallen dus. Oh, en het heeft pas 23 afleveringen geduurd voordat ik dat in de gaten had. Er ligt er ook ergens een animus fragment. Wil hebben. Daar. We hebben alles mee wat we tegenkomen. Ik ga er niet speciaal naar zoeken, maar als ik er toch ben, neem ik het mee. Zo. En verder de jungle in. Op naar dat galjoen. Er komen weer Spanjaarden aan, dus even mijn geweer herladen. Daar, zo. Nou. Oh, het is een heel dorp, joh. Vermijd gevechten en vermoord hem uit de lucht. Gaat allebei niet lukken. Ik ga er gewoon Leroy Jenkins style op af, denk ik. Kom eens. Laat ik het in ieder geval proberen om het met mijn verborgen messen te doen. Maar ze luisteren niet naar dat gefluit op een of andere manier. Dat gefluit interesseert ze niet echt. Ja, of ze horen het niet, dat kan ook. Nee, ik ben er niet. Ik ben een spook, dat weet je zelf.
Nee jongens, ik ben er niet. Kijk maar, ik zit hier in de bosjes. Nobody heeft iemand iets gezien. Komt hier eentje aan? Nee, niet schieten. En rookbommen, daar heb ik er ook eentje van. Oké, hij is daar. Dan ga ik heel gauw hier naartoe. Laat los. Shit, ze hebben me gezien. Denk ik. Maar hij ziet me niet. Kom maar op. Jou kan ik eens eventjes mooi naar beneden trekken. Hoi, buddy. Oh shit, ik wilde je neerprikken. Ah, dit werkt ook. Oh nee, je hebt nog overleefd ook. Wat een held ben jij. Als je dit overleefd hebt, dan ben je helemaal een held. Kom, spring. Zoek Julien de Casse. Ik weet niet eens wie het is. Maar ik vermoed dat hij een hoop bewaking heeft. Zo'n vermoeden heb ik. Dat is meestal met dit soort types. Oh. Hij heeft me gezien. Hoi, buddy. Jaffa. Nou, niet meer. Is just fine. Fils de putain! As bold as a musket ball. And still half as sharp. Musketkogels zijn niet scherp, die zijn rond. But I can't risk you telling your Templar friends about me still kicking around. Oh, dat was hij! I pity you, Bukenyi. After all you have seen. After all we showed you of our order. Still, you embrace the life of an ignorant and aimless rogue. Klopt. Goed gezien. What's this? Is petty larceny the extent of your ambition? Have you no mind to comprehend the scope of ours? All the empires on earth abolished, a free and open world. Een vrije open wereld. Que l'enfer que tu trouveras soit le fruit de ton insouciance. Ah, merci. Voorlopig ben jij de eerste die dood is. Mooi. Oh, en er is niemand die er wat aan doet? Ik mag zo weglopen? Oké. Okay. Blijkbaar vindt het hele schip het oké. Okay. Hij is in ieder geval dood. Missie is voltooid. Van mij het gevechten? Nee. Gewoon lekker doorvechten, zo zijn we. Hè? We zijn tenslotte Leroy Jenkins. Hebben we nou deze hele baai? Dat zou best baas zijn als we gewoon een eigen plek hebben waar we naartoe kunnen. Oeh, oneindigheid. Ja, daar kunnen we ook steeds in rondrennen. Maar hoe lang blijft dat leuk? Rondrennen in oneindigheid. We rennen rond in oneindigheid. Oneindigheid. Oeh. Piraat tot aan het graf. Absoluut zeg. Once a pirate, always a pirate. Hè? Zo werkt dat. Kan ik ook springen hier? Nee. Online evenementen zijn een beperkte tijd beschikbaar. I don't give a fuck. Hey. Oeh. I just saw you were logging out, so I thought I'd stop by and give you something. Oh, jij houdt me vanaf dat je in de gaten. We give awards to our top-notch employees for doing quality work. Oh, lachen. And they're nice to have since there's no official bonus scheme here. I already have about 11 or so. Oh. Bonjour. Bonjour. Of course. I'll pass it on. Waarom beginnen met Frans en dan Engels? Well, looks like Olivier wants to meet with you. It's exciting. Oh, spannend. Ik kan wel een paar spannendere dingen bedenken. Jij en ik in die plantenbak? So it's not hard to find, but the rest of this building can be confusing to first timers. So ah, ja. We had the tools team whip up a great map application. Map art. I added a waypoint to Olivier's office. Should be easy to find. A waypoint to his office. Kom op, niet nodig. Mijn bestanden. Nou, geef mij dan maar een waypoint. Werknemerspaspoort. Employee paspoort. Ja, lachen. Maar dat wil ik er helemaal niet. Olivier's a nice guy. He won't bite. Hij bijt niet. Als jij nou toch voor me uitloopt, waarom ga jij dan niet in één keer... Waarom loop jij er niet voor me uit? Mag ik zeker zelf weer oplossen. Ga naar het kantoor van de CCO. Is dat hier? Dit is zijn kantoor. Oké. Die vader en ik. Waar is het knopje voor de lift? Daar. Wifi, please. Verdieping 15. Oeh.
Oh, het is een groot aquarium. Holy shit, dat is tof. Dat is tof, een lift die door een aquarium heen gaat. Dat is best een cool idee. Wil ik ook thuis. Oh, hey. Tof. Mag eruit? Zijn we er al? Holy shit, hoe lang duurt dit, man? Ik ping je? Kom op, jongens, ping eens uit. Bonjour. Ah, merci. Dit is zijn kantoor? Nou, open die deur. Maak kennis met de CCO. Hoi, Barry. Ben jij de CCO? Denk het wel, hè? Well, unless you are specifically ordering me to abandon it, I won't jeopardize our flagship project. Wat gaat hij nou doen? Hij is weg. Oh, nee, toch niet. This is how Hollywood got its start, right? With pirate movies. Piraten zijn cool, serieus. Piraten zijn baas. En Edward is helemaal een baas. Iemand moet deze tv een beetje kalibreren, want hij is niet goed meer. Entertainmentproducten waarin zombies de hoofdrol spelen. Exact. Oké. Okay. Perfect. Ja, laten we dat doen. Ik ben hier. Het is onbeleefd om mij te negeren, buddy. Looking forward to seeing you too. Kom nou. Mijn klap hebben. Bam! Take care, Lizia. Kom op, ga ergens anders met je chick lopen bellen. Salut. Bonjour. Hi. Thanks for coming in. Ja, zeker. Nou, vertel dan. So I review some of your data. Pretty raw stuff. Aha. Obviously we need to scrub off some of the dirt. Ja, klopt. Gezinsvriendelijk was het niet echt op die piraten levels. Maybe voice like James Bond or something. More of a lady. Mhm. Tof uitzicht hier. A beautiful city, no? Zeker. Mooi groen. So the main reason I asked you here concerns is something called the observatory. It's been mentioned a few times in the footage. Ja, ze hebben het er af en toe wel eens over. Niet heel vaak, maar wel eens. Focus on locating this specific set of memories as soon as possible. If it were up to me, on I wouldn't bother. Paar bobo's. Jij bent de CCO, buddy. Check je kantoor. Jij bent de baas. Kom op. So, follow whatever leads you find and hopefully we can... Oh, incoming call. I have to take this. Oh, nou, oké. Mag ik nou weer naar huis? Alan, bonjour. Oké, ik wil weg. Laat me gaan hier. Was dat alles? Oké, ik wil graag verder. Mag dat? Ga naar de werkplek van je collega's. Oh. Welke dan? Wat een sukkel. Ik haat ze ook allemaal. Ja, welk level dan? Welk niveau? Welke verdieping? Welk niveau? Welke verdieping? Oké, oh wacht, ze zat natuurlijk bij mij. Want hij haatte iedereen op mijn verdieping. Oh, dan haat hij mij dus ook. Not aardig. Nou, oh, er zijn de visjes weer. Oh, blup. Ik ben een klein geel visje in een zee van blauw. Kunnen we niet redden? Ga naar de werkplek van je collega's. Nou, waar is dat? Hier? A locked door. Not a problem. Oh, waarom niet? Level 1. Haha, handig. Hack de werkplek. Mad hack skills. Waar is mijn deur dan? Oh, hier. Ja, achter natuurlijk. Zo, hoi. Nou, hack die shit. Now, you need to bypass the core to find the data inside. Once you reach it, your communicator will download it automatically. You need to find the kern vermelden. The core to reach the data inside. Oh. Hoe gaan we dat doen dan? Moet om de kern heen. Hoe doen we dat? Hoe ziet de kern eruit dan? I don't get this. Waar moet ik heen dan? Daar? Of daar? Ik snap het niet. Tutorial. Graag. Laat de data
in een oneindige lus om de bol te bewegen. Wat? I don't get this at all. Zodra je data in een bepaalde richting opgaat, blijft het bewegen doordat het een obstakel tegenkomt. Alright. Ik snap hier geen kut van. Data verplaatsen. Waar moet het naartoe dan? Laten we dat nou een keertje zeggen. Woe, rondje. Oh zo. Oké. Okay. Nice. The file should be downloading. Dat was het dus. Database for any data you find. Just look for the my files in your communicator and you'll be redirected right away. Everything you download will be found in there. Protected by a firewall, of course. Zal ik eens niet achter een firewall zetten. Oké, postmortem reports. Sample recovery unit team lead Fisher Case reported. Oh, hey, Desmond. 17 Desmond Miles. Oh, Desmond is dood. Oh. The subject was deceased and unattended. Dat is balen. The time of death was placed around 0:00 hours and 7 minutes with conditions favorable for DNA sample recovery. Arme Desmond. Zal hem missen. But given the skill and talent of this team, we were able to capture useful data. Waarom lopen ze met een heel pak aan? Net alsof hij dodelijk vergif ingenomen heeft of zo. Allemaal spullen. Hip hey. The subject displayed burns to the right hand, brandwonden. Zo. Wat? Spontaneous intense burn trauma. Dat is niet best, Desmond. I've never seen anything like it before. Head, neck and torso remained in good condition. Nou, zeg dat. I hand selected recovery agents to retrieve fluid samples, blood and saliva. Bloed. Waarom wil je bloed van hem hebben? Hij is dood. Pak je toch een paar haren of zo? Ze doen ook echt net alsof het een alien is. Is already underway and I'm told proceeding with exceptional ease. Thanks to the cloud database and the work of Abstergo sample recovery unit 3. Nou heeft hij in één keer meer snor dan dat hij net had. Is de snor gegroeid toen hij nog dood ging. Ah, kom op. Beetje respect voor Desmond, hè. Beetje respect. Nou ja, oké. Okay. Zo. Ja, dank je. Graag gedaan. Gaan we naar de lobby. Ja, het zag er niet echt heel gezellig uit. Klopt. Ja, dat willen we niet. We willen niet verdrietig naar bed natuurlijk, hè. Oh. Nee, gaan we niet doen. Behalve van deze chick. Deze chick is wel lekker. Gaan we haar computer hacken. Oh. Nou, stop eens met lullen. Dankjewel. Hey, Vaco Gamers. Ik sta hier voor een mooie lift. We gaan zo meteen weer lekker met de lift met de visjes. Maar dat doen we morgen. Hier op Vaco Games natuurlijk. Ik ga jullie vragen om een groen duimpje te doen. Want we gaan ermee ophouden voor vandaag. Ik vind het mooi geweest. Doen jullie een groen duimpje? Dan doe ik meer afleveringen opnemen voor jullie van Assassin's Creed 4. Hier op Vaco Games. Voor nu. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor het liken. En tot morgen bij meer Assassin's Creed 4. Hier op Vaco Games. Mazzel!